Goedenavond allemaal. Eerst even een vraag. Ben ik zo verstaanbaar? Hoger? Want ik zat net daar en toen hoorde ik het niet goed. Is het zo beter? Als ik een beetje wegval omdat ik niet op dat ding let, steek even de arm omhoog. Goed. Het thema van vanavond, de coronacrisis. Het is maar een rare tijd waarin we leven. En je weet soms niet goed wat je ervan denken moet. Moet je nou bang worden? Moet je boos worden om al die maatregelen van de overheid? Hoe zit het? Wat zit erachter? Wat moeten we ervan denken? Dit voorbereidend bedacht ik, wat voor titel moet ik nou kiezen? En ik kwam tot deze titel. Corona vraagt, word wakker. En ik wil vanavond in het komende uur die titel stap voor stap uitleggen. Een van de bijwerkingen van de coronacrisis is een toenemend aantal familieruzies en familieconflicten. Op RTL kon je het volgende lezen en horen. Alexander van 37 jaar, hij ziet de ernst van de coronacrisis nou niet zo erg in. En hij vindt veel maatregelen overdreven en al helemaal die mondkapjes vindt hij idioot. Zijn vader daarentegen, die is bang voor corona. En die neemt alle aanwijzingen heel ernstig en die vindt je moet ze zo serieus mogelijk opvolgen. Je begrijpt al wat er gebeurt. Als Alexander en zijn vader elkaar tegenkomen, krijgen ze het meteen over corona. En binnen een minuut hebben ze slaande ruzie. Dus wat doen ze? Elkaar zoveel mogelijk ontlopen. Bovendien gaat Alexander elk jaar naar zijn tante in Spanje, die daar woont. En dan mag hij de zomermaanden blijven. Maar dit jaar is hij niet welkom bij zijn tante. Want in Spanje heeft corona nogal huis gehouden. En zijn tante is dus spookbang voor die coronaziekte. En ze wil geen mensen in haar huis die de maatregelen niet serieus nemen. Zo gaat dat in deze familie. Een tweede voorbeeld, dat is van Melissa en die is 23 jaar. En zij hoort meer bij de voorzichtigen. Ze is de meest voorzichtige in haar familie. En zij zegt, ik blijf zoveel mogelijk binnen. Ik ga bijna alleen maar het huis uit om boodschappen te doen. Want de mensen houden geen afstand meer. En die drukte op straat, die heeft me paranoïde gemaakt. Maar haar ouders geloven niet zo in die ernst van corona. En die zeggen, mens, maak je toch niet zo druk. Laat je niet opjagen door die mainstream media. Maar ja, denkt Melissa, haar ouders zijn niet alleen, er woont ook een gehandicapt broertje bij haar ouders, die heel vatbaar is voor allerlei ziektes. En als haar ouders niet voorzichtig zijn, krijgt dat broertje geheid corona. Dus leeft ze voortdurend in angst. Maar steeds als ze tegen haar ouders er iets over zegt, dan krijgt ze als antwoord, maak je toch niet druk kind, laat je toch niet opjagen door die mainstream media. En dan gaat ze weer teleurgesteld en met een eenzaam gevoel naar huis. Het beroerde is dat ze datzelfde ook nog eens bij de schoonfamilie tegenkomt. Ook daar is zij de meest voorzichtige en die schoonfamilie neemt het niet zo serieus. Zo ontstaan er overal in deze tijd conflicten. En als je zo kijkt heb je het gevoel, er zijn twee groepen aan het ontstaan. De groep die alles heel serieus neemt, de voorzichtige, misschien mag je zeggen de bangerikken, zij die bang zijn voor corona en uiterst serieus nemen, enzovoort. En als je ergens binnenkomt, je kent het allemaal, ik kwam van de week een winkel binnen en er kwam een vrouw mij tegemoet en die deinsde terug alsof ik melaats was. En dan denk ik, mens, waar maak je druk over? Maar je kent het allemaal, dat kom je veel tegen. Dus zo is er een hele groep mensen
die het uiterst serieus neemt, de coronacrisis, alle maatregelen, en die voorzichtig zijn. Aan de andere kant heb je de mensen zoals die Alexander van 37. Ach, die zeggen, maak je niet zo druk. Het valt allemaal wel mee. Het is eigenlijk niks anders dan een soort griep. Afijn. Wij allemaal horen ergens bij een van deze groepen. Of, wat nog beroerder is, we zitten ertussenin. En bij die laatste hoor ik een beetje. Ik voel me zo af en toe klem zitten. Enerzijds denk je, ja, je moet het wel serieus nemen, want er gaan mensen dood enzovoort. En anderzijds, maar wat een flauwekul, ik wil gewoon mensen een knuffel kunnen geven als ik het tegenkom. En ik doe het soms ook gewoon en ze kunnen me allemaal barsten. Maar goed, dan zie ik anderen weer kijken en die kijken me aan met een gezicht van hoe durf je? En alsof ik meteen alweer de melaatsheid daar binnen gebracht heb. Goed. Ik ga je nu vertellen, stap voor stap, hoe ik er nou zelf tegenaan ben gaan kijken. En ik moet zeggen, dank je wel, Joke, want door jouw uitnodiging, en dank je wel dat ik hier komen mag, door jouw uitnodiging moest ik me heel bewust maken, hoe sta ik er nou zelf precies tegenover. En dat wil ik vertellen, maar ik zeg er meteen bij, je hoeft niks te geloven van mij. Helemaal niks. Laat mij vrij mogen vertellen hoe ik er tegenaan kijk. En misschien heb je er iets aan om jouw eigen manier van kijken te ontwikkelen. En helpt je één klein stapje verder. Laten we eerst eens kijken naar de feiten. Hoe begon het? Het is nog maar kort geleden. Half november vorig jaar, 2019. En toen werd er in Wuhan, in China, een nieuw virus gevonden dat allerlei besmettingen veroorzaakte. Het bleek een coronavirus te zijn, een nieuwe variëteit van de vier al bekende coronavirussen. En die vier bekende coronavirussen, dat zijn griepvirussen. Dus het is een nieuwe variëteit van al bestaande griepvirussen. Waarschijnlijk, en die berichten worden steeds duidelijker, komt dit virus uit een militair laboratorium in Wuhan in China. Zo is het ontstaan. Binnen 2 maanden, januari 2020, was dit virus en deze infectie al zo overal verspreid dat de Chinese overheid geen andere oplossing zag dan om een totale lockdown af te spreken en op te leggen. Nou, dat in een stad van 11 miljoen mensen en dan nog een paar aantal grote steden daaromheen, dat was ingrijpend. Nog 2 maanden later, en dan wordt het maart 2020, maart van dit jaar, komt de eerste besmettingsgolf van dit virus hier in Nederland aan. Sorry, in Europa en dus ook in Nederland. En dan begint het feest hier. Zo begon het. Meteen in maart ontstond er bij allerlei regeringen hier in Europa een grote angst. Waarom? Nou, ze wisten niet hoe besmettelijk is dit nieuwe virus. Hoeveel mensen zullen er zo ziek worden? En ze wisten ook niet hoeveel mensen zullen er aan doodgaan. De eerste berichten luiden dat 3% van de mensen die ziek werden eraan dood zou gaan. Als dat waar was, dan zou dat betekenen dat er miljoenen mensen aan deze ziekte zouden overlijden. Nou, dan kan je je voorstellen, als de regering, Rutte en de zijne, deze voorspellingen voor zich krijgen, dan moeten ze wel de meest serieuze maatregelen nemen. Bovendien waren ze bang dat de gezondheidszorg zou instorten. Want heel veel coronapatiënten, COVID-19-patiënten, die krijgen longproblemen. En die moeten aan de beademing. Maar er zijn te weinig beademingsapparatuur en IC-bedden beschikbaar. Hoe moet dat gaan? Vandaar dat de regeringen heel snel ernstige maatregelen hebben genomen. Als je het leest, terugleest wat er gebeurde,
zie je dat alle Europese regeringen in paniek raakten. Dat hebben ze niet hardop gezegd, dat kunnen ze niet doen, want dan raakt het hele volk in paniek. Maar de regering zelf was in paniek en wat moesten ze doen? Ze vertrouwden en vroegen om raad bij deskundigen. Een klein groepje deskundigen. Wat voor deskundigen? Nou, de epidemiologen, dus de mensen die geschoold waren in wat is een epidemie en hoe verspreidt die zich. En de virologen, de viruskenners. Maar artsen die er anders over dachten, die waren niet welkom. Economen waren niet welkom. Psychologen, die zouden uitleggen welke uitwerking de verschillende maatregelen zouden hebben op mensen, waren niet welkom. En tot op de dag van vandaag hebben die geen inspraak, terwijl dat eigenlijk zo nodig zou zijn. En nou het bijzondere. Binnen een paar weken, na het begin van die eerste besmettingsgolf, bleek dat het virus niet zo dodelijk was als de regeringen oorspronkelijk gedacht hadden. Er was helemaal geen sprake van 3% doden. Integendeel, het zat ver onder de 1%. En op dat moment, zeggen vele wetenschappers, had de regering, niet alleen van Nederland, maar ook van andere westerse landen, de verschillende maatregelen moeten afschalen. Want die waren genomen op grond van het meest gevaarlijke scenario van 3% doden. Maar dat lukte niet meer om het af te schalen. En waarom niet? Omdat inmiddels een nieuw virus zijn intree had gedaan. En dat nieuwe virus noemen we het virus van de angst. Heel veel mensen waren door de voorlichting van de overheid enzovoort spookbang geworden. En dat virus van de angst heeft zijn werk gedaan. Als je het nog kunt herinneren, het is nog maar kort geleden, maar de regering heeft op een gegeven moment besloten dat scholen dicht moesten. Maar de virologen en de epidemiologen, de mensen van het RIVM, hadden dat eigenlijk niet voor noodzakelijk gevonden. Het was niet nodig. Maar de druk van de angstige mensen vanuit de samenleving was zo groot. Alsjeblieft, regering, Rutte, doe wat. Want anders gaan we allemaal dood, zullen we er al onderdoor gaan. Die druk was zo groot dat de regering toch besloten heeft tot het sluiten van die scholen. Het is belangrijk dat je die feiten goed doorhebt. Het tweede is, en dat geldt hetzelfde, voor de mondkapjes. De deskundigen hebben steeds gezegd, het is helemaal niet duidelijk of die zin hebben of niet. Dus van ons hoef je ze niet te gebruiken. Maar alweer, de druk vanuit de samenleving, de angstigen, die groep, was zo groot dat ze hier en daar, in Nederland gelukkig nog een klein beetje, maar in het buitenland nog veel meer, besloten dat die mondkapjes noodzakelijk waren. Goed, zo is het begonnen. En daar zitten we middenin. En je ziet, ik herhaal het nog even, er ontstonden dus twee groepen in de samenleving en die zijn er nog. De zorgvuldigen, je kunt ook zeggen de angstigen, en de mensen die juist heel kritisch kijken. Die angstige mensen, die hebben in die zin gelijk, en daar moeten we ook gewoon nuchter over zijn, dat dat coronavirus veel meer dan een gewone griep tot ernstige complicaties kan leiden. En die ernstige complicaties kunnen in nogal wat gevallen leiden tot de dood. In die zin kun je niet zeggen dat het een gewone griep is. Het is daarin ernstiger. Het tweede is, en mensen die al corona hebben gehad, hebben het misschien meegemaakt, dat je er zo moe van wordt. Veel vermoeider dan van een gewone griep. En, zeggen de deskundigen, juist die vermoeidheid, die leidt tot die complicaties. Dus enige zorgvuldigheid is natuurlijk wel zinvol. Maar welke mensen kregen het vooral?
de ouderen en de mensen met onderliggende gezondheidsproblemen. Bijna alle anderen komen er volkomen ongeschonden vanaf. Voor hen is het geen probleem. Maar de mensen met onderliggende problemen, gezondheidsproblemen, die moeten voorzichtig zijn. En er worden genoemd hartproblemen, longproblemen, diabetici, mensen met overgewicht en mensen met een hoge bloeddruk. Dus de conclusie is in die zin, er is reden om voorzichtig te zijn. Maar kan elk mens dat eigenlijk niet zelf uitzoeken? De mensen die vatbaar zijn, die weten dat zelf ook heus wel. En laten die wat extra voorzichtig zijn, afstand bewaren, eventueel een mondkapje dragen enzovoort. Doen we bij een gewone griep ook. Als je dan vatbaar bent, dan denk je ook, moet niet in de buurt komen van iemand die grieperig is. Dan ga je een straatje om. En zo moet dat hier misschien ook. De mensen die kritisch staan ten opzichte van het huidige beleid, de huidige maatregelen. Je kunt zeggen dat zijn over het algemeen de mensen die zich op de een of andere manier betrokken voelen bij die website Viruswaarheid. Ik weet niet of jullie die website kennen. Die heette oorspronkelijk Viruswaanzin. Maar die heeft zich veranderd in Viruswaarheid. Om het een beetje zo neutraal mogelijk te maken. En daar ben ik wel blij mee. En daar hoor je zeggen, ja hoor eens, maar laten we wel wezen, corona is gewoon een griep. Er zijn al 4 coronagriepsoorten. Nou, er kwam even een nieuwe variëteit bij. Dus het is gewoon een griep. Oftewel, zoals een bekende arts in Duitsland zei, het hoort gewoon bij het standaard grieppakket. Nou, dat is even andere taal dan ik van Rutte hoor. Voel je? Het laat het in een heel ander licht zien en voelen ook. En het boeiende is, zeggen ze daar, bij Viruswaarheid, en ik moet zeggen, daar zit veel in, dat er nogal wat deskundigen op dit moment monddood worden gemaakt. Iedereen die een afwijkende mening heeft, die komt niet meer aan het woord. Je hoeft alleen hier in Nederland te denken aan Maurice de Hond. En die is nog niet eens zo kritisch, maar een beetje. En zelfs dat kritische geluid wordt gewoon de nek omgedraaid. Ik vind het wat dat betreft onvoorstelbaar dat de Nederlandse media zich zoveel zelfcensuur opleggen. Geef open voorlichting. Laat de mensen zelf beslissen. We zijn mondig genoeg om uit te zoeken wat voor ons persoonlijk goed is of niet goed. In Duitsland heb je de arts Dr. Wodarg. Een bekende arts. Hij was lid van de Bondsdag. En hij was directeur van een van de grootste gezondheidscentra in Duitsland. En hij had nogal wat kritiek op de overmaat aan maatregelen die hij veel te veel vond. Nou, ook hij krijgt nergens meer gehoord. En hij wordt helemaal monddood gemaakt. Zo kun je veel meer van dit soort voorbeelden tegenkomen. En dat vind ik niet zo gelukkig. Hoe komt het dat zoveel critici in deze tijd monddood worden gemaakt? Dat is toch een belangrijke vraag. Wat zit daarachter? Ik denk heel simpel, omdat de regering in de ban is van het virus van de angst. In de peilingen stond Rutte tot deze week heel hoog in de peilingen. Want de meeste Nederlanders vonden dat hij het goed had gedaan. Hij beschermde ons tegen deze gevaarlijke ziekte. Voor het eerst deze week is hij in de peilingen 3 zetels gezakt. En ik denk stiekem, hoera. Ja, de dingen moeten wel duidelijk worden. Maar hij reageert dus en neemt maatregelen, niet op grond van wat juist is, maar op grond van de angst in de samenleving en dat hij bang is dat de mensen hem niet streng genoeg hierin zullen, nou ja, vinden dat hij ons beschermt. Dit is de stand van zaken. Dit is het uitgangspunt.
En nou is de vraag, is dit nou de enige manier om naar die coronacrisis te kijken? En moeten we allemaal zoeken, hoor ik nou bij het groepje voorzichtigen? Hoor ik bij de critici? Of zit ik er klem tussen? Hoe zit het? Ik denk dat er nog een andere manier van kijken is. En wat en hoe is die andere manier van kijken dan? Nou, ik denk dat je kunt zeggen dat we moeten leren om te kijken wat zit er nou achter deze crisis. In spirituele kringen gaan we er altijd vanuit, niets gebeurt voor niets. En achter alles wat er gebeurt, ook in je persoonlijk leven, kleine en grote gebeurtenissen, daar zit een diepere bedoeling achter. Zoek, kijk. Zo zullen we dus ook moeten zoeken naar de coronacrisis. Wat betekent het? En als je er dan van uitgaat dat wij mensen stap voor stap, leven na leven, een ontwikkeling van geestelijke groei doormaken, leven na leven is het minste te hopen, worden we een beetje wijzer en verwerven we nieuwe vermogens, komen we iets verder. Nou, in dat groeiproces, wat is dan de plaats van het coronavirus? Wat wil dit coronavirus ons dan leren? Als ik het nou moet samenvatten, die les, en dat zal ik uitleggen hoor, maar ik moet het nou heel kort samenvatten. Denk ik dat die les dit is. Coronavirus en de crisis, het speelt een belangrijke rol in de geestelijke strijd die er in deze tijd in ons land, in heel Europa, in heel de wereld gaande is. Wat voor geestelijke strijd? Dat is de strijd tussen aan de ene kant een eenzijdig technische manier van kijken naar het leven, of een eenzijdig materialistische manier van kijken naar het leven, of aan de andere kant een geestelijke manier van kijken. Deze crisis, deze strijd, is in wezen al een tijd aan de gang, al veel langer. Maar die komt, mede door de coronacrisis, steeds duidelijker aan het licht. En deze strijd, maar ik zal het uitleggen, die plaatst ons ieder persoonlijk voor hele belangrijke keuzes. Nu alvast, laat je je straks wel of niet inenten. Nu alvast, maak je straks wel of niet gebruik van een corona-app. En dat lijken hele simpele keuzes. Maar ze zijn beslissend juist in deze strijd tussen een eenzijdig technisch, materialistisch kijken of ook een geestelijk kijken. Hoe kan ik dit uitleggen? En ik dacht thuis, het makkelijkste is om te beginnen met uitleggen de gevolgen van de maatregelen die de regering tot nu toe genomen heeft. Kijk eens wat de gevolgen daarvan zijn voor kinderen en volwassenen. Want over die gevolgen hoor ik helemaal niemand in deze tijd praten. Laat ik een voorbeeld geven. De kinderen op de basisschool, die krijgen in deze dagen een vrolijk en aanstekelijk liedje te leren. Een versje. De tekst van dat liedje is minder vrolijk. Er is een soort refrein dat wel 6-7 keer herhaald wordt. En dat luidt, als je van iemand houdt, hou dan een beetje afstand. 1,5 meter. En dat wordt er zingend 5, 6, 7 keer achter elkaar ingestampt. Nou, die kinderen houden wel afstand. Maar wat zijn de gevolgen voor het kind wanneer ze dat leren? En dan heb ik het over basisschoolleerlingen, dus tot aan de puberteit. Als je dit keer op keer leert, hou afstand, 1,5 meter, anders wordt die ander ziek of jij. Kinderen worden bang voor aanrakingen. Kinderen kunnen nog niet relativeren. Die kunnen echt niet begrijpen dat wat vandaag niet mag,
misschien over een jaar wel mag. Over een jaar? Dat is voor hen een eeuwigheid verder. Pakken ze niet. Wat ze nu pakken, is voor hun hele leven maatstafgevend. Hun hele leven zullen ze iets houden. Pas op, niet aanraken, ze worden bang. Het betekent dat voor deze kinderen intimiteit iets bedreigends wordt. Dat is wat. In plaats van iets verwarmends en iets troostends. Je wil ze een knuffel geven, een aai over de bol en ze schrikken terug, pas op, niet doen. Dat is het gevolg. Angst neemt bij deze kinderen de plaats in van onbevangenheid. Overdrijf ik nou? Nee. 2 weken geleden, en het is maar 1 voorbeeld, ik kan er meer geven, kreeg ik een mailtje waarin een vader dit schreef. Mijn zoontje en een vriendje van hem werden panisch omdat ik door iemand werd aangeraakt. Ik kon ze nauwelijks tot bedaren brengen. En ik heb stevig op hen in moeten praten om deze aanraking te relativeren. Als je dat woord leest, dan schrik je toch rot. Dat is dus één van de gevolgen voor kinderen van de huidige maatregelen van die 1,5 meter. Daarom is mijn vraag steeds weer, waarom is er in deze tijd geen enkele aandacht voor de grote gevolgen van de maatregelen die getroffen worden? Maar ja, er zitten alleen maar virologen en alleen maar epidemiologen in dat adviescomité. En alleen het RIVM mag adviseren. Mensen die iets meer weten, iets breder kijken, ze moeten hun mond houden. Kortom, er is geen aandacht voor de sociale en psychologische aspecten van die maatregelen. Een 2e voorbeeld, je kan het zo op internet vinden. En daar kun je nog een heleboel andersoortige, soortgelijke voorbeelden vinden. In Thailand worden kleuterkinderen, dus kinderen in de peuterspeelzaal, die worden in doorzichtige plastic kooien van perspek gezet. En zo'n kooi is dan zo'n 1,5 of 1 meter breed en zo bijna 1 meter diep. En dan zie je een heleboel van die kooien op een rijtje staan, van die plastic doorzichtige kooien. En in elk van die kooien zit een kindje te spelen op zijn eentje. Als je nou bedenkt, kinderen op die leeftijd moeten juist leren met elkaar om te gaan. En wat ze nodig hebben, is geknuffeld worden. Maar in plaats daarvan zitten ze keurig opgeborgen, o zo veilig, in die perspekboxen. Maar wat zijn de gevolgen van deze zogenaamd beschermende maatregelen voor de kinderen als ze opgroeien? Het is heel boeiend om je af te vragen wat zulke maatregelen, en ik hoop dat ik dat aan jullie kan duidelijk maken, want dat is voor mij zo wezenlijk. Wat hebben die maatregelen, en heb ik het alleen over dit ene voorbeeld van die kinderen. Wat hebben die nou voor gevolgen voor die kinderen als ze later ouder worden en volwassen worden? Moet je eerst eens navoelen wat een aanraking eigenlijk doet. Kijk eens bij jezelf. Als jij zelf iemand aanraakt, streelt, en dan vanuit je hart, omdat je gewoon geraakt bent door die ander lief vindt. Of een ander streelt jou, raakt jou aan, omdat hij jou aardig vindt. Wat gebeurt er op zo'n moment in jou? Dan voel je, als het goed is, hoe je een beetje ontroerd wordt, verwarmd wordt. En je daalt ineens vanuit je hoofd af naar je hart. Kan je dat begrijpen? Want je wordt verwarmd. Je houdt even op met gewoon denken, maar je daalt af naar je hart en je verwarmt. Je wordt dus bij elke aanraking, word je zachter, opener en ontvankelijker. Datzelfde geldt natuurlijk ook voor kinderen. Denk alleen al een kind een kusje geven op een zere plek op het been enzovoort. Het helpt.
Het doet wat aan de ziel van het kind. Het kind heeft die verwarming nodig, die troost. Verbied je aanrakingen, dan dwing je zowel kinderen als volwassenen in hun hoofd te blijven zitten en niet af te dalen naar hun hart. Denken is afstandelijk. Jij ziet er zo en zo uit. Zo kijk je, zo praat je, zo reageer je. Maar aanraken, je hartekracht gebruiken, dat is verbinden. Dat is met de ander echt in contact treden. Dus aanraking is als het ware een voorwaarde voor een diepere verbinding met de ander. Maak je aanraking onmogelijk, dan dwing je kinderen, maar ook volwassenen, ook ons, om meer in ons hoofd te blijven zitten. En we maken elkaar, ik zeg het maar zo uitgesproken mogelijk, tot wandelende hoofden. Wat betekent dit voor de huidige generatie kinderen? Je kunt het nu al voorspellen. Over 30 jaar, dan zullen ze vaststellen dat de kinderen van nu, die dan 30 jaar zijn geworden, dat die verhoudingsgewijs veel vaker autistisch zijn dan andere generaties. Nogal logisch. Als je gedwongen wordt in je hoofd te blijven, als je niet leert communiceren en niet mag aanraken en niet mag verbinden, dan word je opgesloten in jezelf en dan word je dus autistisch. Dat kun je nu voorspellen. Waarom lezen we dat nergens? Waarom wordt daar geen rekening mee gehouden? Waarom wordt dat niet uitgelegd? Zodat mensen wat minder bang worden voor aanrakingen, omdat ze nu de andere kant van die aanrakingen beginnen te zien. Conclusie: bij de huidige maatregelen wordt alleen rekening gehouden met het fysieke aspect, met het lichamelijke. Dit lichaam kan ziek worden, maar niet met de ziel van een kind, niet met de geest van een kind en ook niet met onze ziel en ook niet met onze geest. Want in wezen zijn wij volwassenen, ergens van binnen ook een kind. En wij hebben op zijn tijd ook een knuffel nodig, ook een aanraking nodig, om weer even bij het diepste van onszelf te komen. Het lijkt alsof alleen het fysieke, het lichamelijke mag bestaan in deze tijd. En alsof de ziel en de geest er niet meer toe doen. Dat is mijn diepste, ja, verontwaardiging over die huidige maatregelen. Omdat ze dat tot gevolg hebben. Overigens is dit volledig in overeenstemming met een ontwikkeling die we al veel langer kunnen waarnemen. De ontwikkeling dat er een eenzijdige aandacht is in onze tijd alleen voor het fysieke, alleen voor het lichamelijke en niet voor de ziel en de geest van een kind. Even een paar voorbeelden. Bij een thuisopdracht van school, en die thuisopdracht voor kinderen, die heet Digidoener, worden kinderen verschillende stellingen voorgelegd. En ze moeten dan zeggen of die stelling juist is of onjuist. Nou, denk maar even mee. De eerste stelling luidt zo. Met een USB-stick in je vinger heb je altijd en overal je bestanden bij je. Juist of onjuist? Het is helaas juist. De tweede stelling is deze. Je kunt een chip in je arm zetten waarmee je deuren, lampen of de verwarming kunt bedienen. Is dat juist of onjuist? Juist. De derde stelling is, je kunt slimmer worden met een chip in je hersenen. Juist of onjuist? Gelukkig is dat nog onjuist. Maar het zal wel een keer worden dat zelfs dat nog juist kan worden. Het gekke is, en dat vind ik het schokkende, dat opdrachten als deze zo gewoon zijn geworden. Er wordt geen enkele vraag bij gesteld of we eigenlijk wel die kant op willen met de techniek, of dat zo moet gaan. Het lijkt erop
alsof de jongeren worden voorbereid op een samenleving waarbij het alleen nog gaat om dit soort technische snufjes, dingen, nieuwe mogelijkheden enzovoorts. En waarbij de ziel of de geest gewoon worden ontkend en waarvan gezegd wordt die ziel en de geest, ach, dat is een overblijfsel van vroegere tijden, dat is ouderwets, dat bestaat niet. Die kant zijn we aan het opgaan. En dat is echt schokkend. En dat zie je terug in de maatregelen van de overheid tegenover corona. Dat ze helemaal niet ingaan op andere aspecten dan het louter fysieke. Dan het louter lichamelijke. Goed. Ik zei in dat verband, en iedereen begrijpt het meteen denk ik. Waarom wordt er van overheidswegen niet gesproken over het belang van biologische en biologisch dynamische voeding? We weten toch allemaal, als je goed voedsel gebruikt, dan wordt je immuunsysteem, je afweersysteem, wordt beter, wordt sterker. Dus ik zou zeggen, een van de eerste dingen die de overheid had moeten doen, is mensen waarschuwen, pas op, zorg dat je goed voedsel naar binnen krijgt. Dat versterkt die fysieke krachten. Het tweede, en ook dat, ja, verbijsterend dat dat zo helemaal ontkend wordt en niet meer genoemd. De kracht van yoga, gebed, meditatie. Dat zijn geestelijke krachten die werkelijk een dieper vertrouwen in ons kunnen doen ontwaken. En vertrouwen versterkt letterlijk ons immuun- of afweersysteem. Wie in de angst schiet, wordt vatbaar voor allerlei virussen. Wie zich oefent in vertrouwen, heeft daarmee een beschermende kracht tegen welk virus dan ook. Angst verzwakt ons afweersysteem, vertrouwen maakt het sterker. Het gekke is, eigenlijk weten we het allemaal. Maar in zo'n coronatijd lijkt wel of we dat vergeten. En dan moeten we het z'n allen weer even zeggen, ja maar pas op, daar gaat het om. Blijf laconiek, word niet bang en maak gebruik van die krachten die er al zijn. Dan hoef je dat stomme anderhalf meter gedoe niet te doen. Ik geloof dat ik dat niet officieel mag zeggen, maar het vliegt toch zo mijn mond uit. Ja. Kun je nou ook zo kijken naar de gevolgen van andere maatregelen? Ja. Een van de meest schokkende maatregelen vind ik tot nu toe nog steeds dat in verpleeghuizen zoveel mensen in eenzaamheid moesten sterven. Omdat familie daar niet mocht komen. Ze konden eens de stervende aansteken of anderen. Nou en? Of de stervende kon hen aansteken. Nou en? Als je geliefde sterft, wil je erbij zijn. Veel mensen, meer dan wij beseffen, hebben in de afgelopen maanden in volslagen eenzaamheid moeten sterven. Dat is toch gruwelijk eigenlijk. Een samenleving die dat laat gebeuren. Die dat vanzelfsprekend vindt. Ik kan niet anders zeggen, ik vind dat God geklaagd. Maar ik ga even een stap verder. Want waar ook niet rekening mee houden is dit. Wat zijn de gevolgen voor de gestorvene die zo in volstrekte eenzaamheid moest sterven? Wat zijn eigenlijk de gevolgen? De meeste mensen denken, dood, dus daar hoef ik niet over na te denken. Wij weten meer. De gestorvene die in eenzaamheid, in zo'n eenzaamheid, door de poort van de dood gaat, die heeft aan de overkant heel wat tijd nodig om los te komen van die pijnlijke eenzaamheid voordat hij of zij zich weer open en ontvankelijk kan toevertrouwen aan het licht en de liefde van de geestelijke wereld. Weet je wat angst en eenzaamheid doen? Ik zal het straks nog een keer vertellen. We gaan dicht, we gaan op slot. En als je dan zo sterft, dan voel je, dan is er wel wat voor nodig.
hè, voor je weer open kunt gaan en je kunt toevertrouwen daaraan. Kortom, het zijn mensen die eenzaam sterven en daarom aan de overkant heel veel tijd nodig hebben om ervan los te komen. Maar bovendien zijn het ook mensen die tegenstribbelend zullen beginnen aan een volgende incarnatie. Waarom? Wat ze daaraan overgehouden hebben, is die angst. En als ze dan weer teruggaan naar de aarde, op die weg naar de aarde toe, daar doemt die laatste angst weer op. En tegenstribbelend worden ze dan geboren. Dit is één van de redenen waarom er in onze tijd huilbaby's zijn. En je begrijpt dus, in de toekomst zal het aantal huilbaby's toenemen. En wat moet je met een huilbaby doen? Vasthouden, huidcontact, heel veel knuffelen, heel veel warmte en vertrouwen geven. Die moet je dragen op je borst, je buik, je rug, maar steeds die verbinding houden, zodat die oude angsten uit de vorige incarnatie, die weer geactiveerd zijn, tot rust kunnen komen, kunnen dempen. Ik had het allemaal wat subtieler willen zeggen, maar het lukt niet. Al pratend moet het zo. Binnenkort komen de inentingen. Wat moeten we daarmee? Rudolf Steiner heeft al gezegd, let eens op de gevolgen van de inentingen. En in 1917, dus meer dan 100 jaar geleden, zei hij al, er zullen vaccins komen en die zullen ontwikkeld worden. En hij zei letterlijk, die de ziel van de mens zullen doden. Wat bedoelde hij daarmee? Nou, hij zei, het zijn de mensen die geen enkel verlangen meer zullen hebben naar een geestelijke ontwikkeling. Ze zullen immuun worden voor alles wat onzichtbaar is. Voor alles wat het fysieke, het materiële te boven gaat. En ze zullen geen enkel spiritueel leven ontwikkelen. Dat kunnen vaccins doen. Hoe werkt dat dan? Hoe zit dat dan? Eigenlijk is het heel simpel. En ik heb het hier al vaker verteld en ik hoop dat jullie het kunnen begrijpen. Maar dan moet je even weten, wij hebben een fysiek lichaam, maar we hebben ook een etherisch lichaam. Daarnaast hebben we ook nog een astraal lichaam en een ik. Maar het gaat me nou even om die eerste twee, een fysiek lichaam en een etherisch lichaam. Een fysiek lichaam, kijk maar naar een dood mens. Dan heb je een louter fysiek lichaam. Kijk je naar een slapend mens, dan zie je een mens met een fysiek lichaam en een etherisch lichaam. Wat betekent dat? Etherisch lichaam betekent simpelweg de levenskrachten die van moment tot moment door ons fysieke lichaam heen stromen, ons lichaam in leven houden. En deze levenskrachten of etherische krachten, die nemen de vorm van ons lichaam aan. En daarom worden die levenskrachten ook wel ons etherisch lichaam genoemd. Nou, dat zie je dus. Een dood mens heeft alleen een fysiek lichaam, een slapend mens een fysiek lichaam en een etherisch lichaam. Dat etherisch lichaam, als het goed is, is een klein beetje bewegelijk. Het zit niet helemaal muurvast aan ons fysieke lichaam. Het kan een beetje bewegen. En nou is het leuke. En nou vertel ik iets wat in de voorchristelijke tijd al bekend was. Alleen gebruikten ze toen andere termen, maar dat maakt niet uit. Maar als dat etherische lichaam een beetje bewegelijk blijft, dan word je een beetje helder voelend, helder wetend. Maar hoe strakker dat etherisch lichaam gaat zitten, hoe minder gevoel je overhoudt voor een geestelijke wereld. Een helderziende is niks anders dan iemand bij wie het etherische lichaam een klein beetje losser zit dan bij de rest. Ik vergelijk het vaak met een duikerspak. Dat duikerspak kan heel strak zitten, het kan ook een beetje lubberen. Nou, het etherisch lichaam bij helderziende lubbert een beetje. Is dat helder? Want nou moet je weten, die vaccins, wat doen die?
Die hebben dus de neiging om dat etherische lichaam heel strak aan dat fysieke lichaam te binden. Zodat dat duikerspak niet langer lubbert, maar keurig strak zit. En als dat keurig strak zit, dan verliezen wij elk gevoel voor spiritualiteit, voor de geestelijke wereld. Dan hebben we geen helder weten meer, geen helder voelen meer, enzovoort. Dat is dus wat Rudolf Steiner al zei. Er gaat een tijd komen dat er vaccins op de markt zullen komen die deze uitwerking op mensen zullen hebben. Dat ze elk gevoel voor de geestelijke wereld kwijtraken. Nou is het beroerde dat de vaccins, als ze al een beetje uitgetest worden, maar daar kom ik zo op terug, maar dat zeker niet de stoffen die in zo'n vaccin zitten, worden getest op de gevolgen voor het etherisch lichaam en het astraal lichaam. Dus wat hebben ze voor gevolgen voor de ziel van de mens? Wordt helemaal niet uitgezocht. Want ja, ze geloven niet in de ziel. Ze geloven alleen in het fysieke lichaam. Dus daar moeten we het niet vandaan hebben. In de komende weken en maanden, let alsjeblieft op wat homeopathische artsen en antroposofische artsen zullen vertellen over de stoffen die er in de verschillende inentingen zitten. Ik weet dat ik zelf zo lang mogelijk daar onderuit zal proberen te komen. Want ik geloof niet in de zin daarvan. Overigens, dat vind ik ook het leuke. Rudolf Steiner zei er meteen bij, word nou niet fanatiek. Als niet anders kan, zul je het soms moeten. En besef, als je inzicht ontwikkelt, dan is inzicht een kracht die toch weer ervoor zorgt, tegen dat vaccin in, dat je duikerspak weer een beetje begint te lubberen. Oftewel, dat ons etherisch lichaam toch weer wat bewegelijk wordt, zodat we de verbinding met de geestelijke wereld kunnen behouden. Vind ik wel mooi dat hij er steeds bij zegt. Hij geeft nooit zo van, dit moet je niet doen of dat moet je wel doen. Kies zelf. Dit is er aan de hand, zo is het. En weet, het allerbelangrijkste is om inzicht te krijgen. En inzicht maakt ons etherische lichaam wat bewegelijker. Misschien als je onderweg naar huis gaat, zul je misschien voelen dat je een beetje wankeler loopt. Dat komt omdat door de inzichten van vanavond dat etherische lichaam wat begint te lubberen. Dus wees niet bang, als je een beetje wakkelig wordt, is dat alleen maar een positief teken. Maar er wordt op dit moment een nieuw vaccin in Duitsland ontwikkeld. En daarbij wordt een nieuwe techniek toegepast. En die wordt genoemd M, kleine letter, RNA, hoofdletters. mRNA. Waarom is dat nieuw? Nou, de gewone vaccins, voor die vaccins worden verzwakte virussen gebruikt. Maar voor dit nieuwe vaccin, dus die mRNA, die in Duitsland ontwikkeld wordt op dit moment, daar gebruikt men een stukje genetische code van het virus. En als we dan geïnjecteerd worden met dat virus en die genetische code, dan gaat ons lichaam zelf aan de gang om antistoffen aan te maken. Alleen, we weten nu al dat dit vaccin niet werkt bij oudere mensen. Nou, dan denk ik al, wat heb je eraan? Die hebben het hardste nodig. En het tweede is, de bijwerkingen zijn nog volslagen onbekend. En als je nu weet dat er van allerlei vaccins nog steeds na 30 jaar gebruik bijwerkingen worden ontdekt die schokkend zijn voor veel mensen en waarvan veel artsen ook zeggen, die moeten we maar niet meer gebruiken. Dan denk je, hoe durf je dan een vaccin te gebruiken waarvan de bijwerkingen totaal nog niet bekend zijn. Vanmorgen kreeg ik nog een berichtje, maar het schijnt al langer bekend te zijn, dat het virus, of het vaccin tegen de Mexicaanse griep van een jaar of 9 geleden,
dat vaccin, dat heeft bij veel mensen de slaapziekte veroorzaakt. En de regering heeft nu in haar begroting 5 miljoen gereserveerd om de mensen die een claim tegen de regering hebben ingediend, omdat ze dit vaccin hebben toegediend gekregen en nou als gevolg daarvan nog steeds met die slaapziekte worden geconfronteerd, om dan voor een schadevergoeding te zorgen. Na zoveel jaar, zulke bijwerkingen. Mens, in ieder geval, wat je ook besluit, maar wees uiterst voorzichtig met dit soort dingen, met deze vaccins en of je wel of niet wil inenten. Overigens, Trump wilde dat Duitse vaccin kopen. Hij dacht meteen ook dat ze het nieuwe taboe hebben, genetische code enzovoort. Maar dat stond de Europese Commissie niet toe en die heeft toen 80 miljoen euro beschikbaar gesteld aan dat Duitse bedrijf, zodat ze dat vaccin zouden kunnen ontwikkelen. En op dit moment zijn er inmiddels 70 vaccins in de maak. Dus het wordt wat waar we straks mee geconfronteerd worden. In ieder geval, denk er voor jezelf over na, want we worden ermee geconfronteerd binnen een paar maanden. Dat we worden ingeënt, moeten ingeënt worden, en misschien wordt het zelfs verplicht gesteld. En wat wil je dan en wat doe je? Ik doe het niet, maar voel je alsjeblieft vrij. Maar ik denk, ik wil die rotzooi niet in mijn lijf. Ik wil niet dat mijn etherisch lichaam zo strak als een duikerspak gaat zitten. En ik wil gebruik maken van die andere methode. Gezond voedsel en de krachten van vertrouwen, van gebed, meditatie en yoga. En die zijn voor mij sterker en meer beschermend dan de injecties die er zitten aan te komen. Een ander belangrijk thema, ja het lukt nog, is het thema, waarom spreken we over het virus van de angst? En hoe kon dat virus van de angst, want ik heb dat net verteld, binnen een maand zoveel mensen bang maken? Zodat Rutte en de zijnen, ja, toch maar die scholen gingen sluiten, toch maar tot monddoekjes besloten, terwijl het helemaal niet moest van het adviesteam. Maar het virus van de angst van de bevolking vroeg dat. Hoe kon dat virus van de angst zo sterk worden? Ik denk heel simpel, omdat wij in onze tijd allemaal zo bang zijn geworden voor de dood. Die ontwikkeling is heel snel gegaan. 30, 40 jaar geleden ging de meerderheid van de Nederlandse bevolking naar de kerk. En velen hadden daar nog wat aan wat de kerken zeiden. Nu zijn de kerken leeggelopen. En ik begrijp ook dat het zo moet. Ik heb er ook alle vrede mee. Maar nu moeten wij zelf een antwoord vinden op de vraag, wat betekent de dood voor mij? Hoe krijg ik vrede met de dood? En die vragen worden ook alweer zo weinig besproken. Maar wie stilstaat bij corona, moet ook zichzelf de vraag stellen, hoe sta ik tegenover de dood? Ben ik daar nou bang voor? En is het die angst die mij ertoe brengt om dan toch maar zo'n vaccin te nemen enzovoort? En toch maar zoveel mogelijk afstand te bewaren? Of laat ik mij niet bang maken door de angst voor de dood? Hoe sta jij er tegenover? Voor mij, en dat hebben we hier ook heel vaak besproken, en ik denk dat ik niks nieuws zeg, maar ik zeg het toch maar weer even. Sterven is niks anders dan de deur doorgaan en de volgende geestelijke wereld binnengaan en daar met veel vreugde verder gaan. En het leuke is, als wij zelf die deur doorgaan, dan staan er aan de andere kant van die deur een heleboel geliefden op ons te wachten, die ons volle vreugde in de armen zullen nemen en waarvan we zullen zeggen, heerlijk dat we weer even samen verder mogen gaan. Het leven is eindeloos en we gaan van leven
van bewustzijn naar bewustzijn, van leven naar leven door. Als je er zo tegenaan kijkt, nou, waarom zou je dan bang zijn voor de dood? Ik heb dat zelf zo prachtig mogen beleven met Harm, mijn man, die 1,5 jaar geleden stierf. En een van zijn eerste boodschappen die hij doorgaf, was deze, dat hij vol verbazing zei, binnen 2 weken, doodgaan is helemaal niet erg, het is een zegen. En ik hoor nog de vreugde in zijn stem klinken. En het is voor mij alleen maar een bevestiging van hoe ik het zelf al zo lang voel. Dus wat is jouw antwoord op de dood? Dat is een vraag die je zelf moet beantwoorden, maar die een grote rol speelt bij of we wel of niet bang zijn voor dat virus, voor dat coronavirus. Goed. Tot nu toe heb ik gekeken naar de maatregelen die tegen corona zijn genomen en de gevolgen daarvan. Die 1,5 meter, de gevolgen voor die kinderen als ze 30 jaar oud zijn, de gevolgen voor die mensen die in eenzaamheid stierven. Maar we moeten ook natuurlijk kijken, en dat hebben we al een beetje gedaan, naar de gevolgen van de maatregelen die nog komen zullen. De inentingen, de corona-app. Wat doe je daarmee? Ik zal die corona-app niet nemen. Waarom niet? Omdat ik dan Ariman helemaal, ja, in de kaart speel. Want Ariman, en dat wordt mijn volgende thema, die wil zo graag een overheid die grip heeft op alles en iedereen. Die alles kan controleren van ons mensen. Ik wil dat niet. In deze tijd betaal ik lekker in de winkels overal met contant geld. En dan krijg ik soms boze blikken enzovoort. Maar ik doe het lekker niet met het kaartje. Want je ziet dat veel maatregelen die nu genomen worden, bijvoorbeeld alsjeblieft zoveel mogelijk met je kaartje betalen, de overheid in de kaart speelt. Want de overheid kan dan van stap tot stap zien wat ik gedaan heb, wat ik doe, hoe ik leef, hoe ik ben. En dat wil ik niet. Dat is precies wat Ariman wil. Kortom, we zullen tot slot nog een grotere blikveld moeten openen. Nog even verder kijken dan we tot nu toe gedaan hebben. En we moeten kijken naar de geestelijke ontwikkeling in onze tijd, die op de achtergrond een grote rol speelt volgens mij. En dat is dat Ariman binnenkort zal incarneren. Ariman, die wordt in de Bijbel genoemd de Satan. Ik vind dat altijd een beetje eng om zo te zeggen, want dat schrikt iedereen. Oeh, wat er eng. We hebben heel veel een Ariman gehad hoor. Het is ook een goede geest. Ariman heeft ons de kracht gegeven om deze aardse wereld ons eigen te maken. Te leren begrijpen, hier thuis te raken. Maar hij is wel eenzijdig. En juist die eenzijdigheid is wat gevaarlijk. Hij is de geest van het pure materialisme. Van de verharding. Dus denk maar weer. Etherisch lichaam aan fysiek lichaam. De geest die elke werkelijkheid van ziel en geest ontkent. En hij gaat in deze dagen incarneren. Lucifer, het geestelijke wezen dat in de Bijbel de duivel wordt genoemd, dat is ook een prachtig wezen. Die is 5000 jaar geleden geïncarneerd. Lucifer betekent lichtwezen, lichtstraal. Dat is nogal wat. En Lucifer, hij incarneerde 3000 voor Christus in China, als de zogenaamde gele keizer. Wat wij nu nog kennen aan de acupunctuur, yin en yang, al die prachtige Chinese wijsheid, is regelrecht een geschenk van dit wezen Lucifer, dat 5000 jaar geleden in China incarneerde. 2000 jaar geleden incarneerde de Christus in de mens Jezus van Nazareth. En dat is het wezen van de pure liefde. En door zijn incarnatie wordt het ons mogelijk
in heel de verdere ontwikkeling, leven na leven hier op aarde, om iets van die liefde stap voor stap ons eigen te maken. En nu, 2000 jaar later, aan het begin van het derde millennium, zal Ahriman incarneren. Want alle drie willen eens een keer hun bijdrage leveren. Daar kan je uren over vertellen, dus moet ik even laten. Hij zal incarneren in Amerika. En hij zal incarneren of in 2233, dus over ruim 200 jaar. Maar anderen zeggen ja, maar hij wil het liefst zo gauw mogelijk incarneren. En op grond van allerlei berekeningen komen ze tot het jaartal 2024. Over 3 jaar al. En ze zeggen, kijk nou eens naar alle ontwikkelingen in onze tijd. En dan zie je hoe Ahriman al bezig is om zijn incarnatie voor te bereiden. Hij wil, om straks succesvol op te kunnen treden als grote wereldleider, hij wil dat de mensen zoveel mogelijk materialistisch denken. Dat ze niet meer geloven in een ziel en een geest. Dat ze geloven in alleen maar de materie. En hij wil de samenleving omvormen tot een goed geoliede automaat. Een eerste poging heeft hij al gedaan bij het communisme in Rusland, dat Stalinisme, bolsjewisme. Dat was één geoliede automaat, de mens had niks meer te vertellen, vadertje staat regelde het allemaal. Dat gaat op een veel ernstiger manier opnieuw komen als Ahriman geïncarneerd is. Voel je? En hij wil dus de mensheid voorbereiden dat ze nu al een beetje in die sfeer gaan leven, zodat hij straks zo succesvol mogelijk als wereldleider kan optreden. En je mag dus zeggen, ik denk dat ik zo stellen mag, dat Ahriman de coronacrisis gebruikt om door de angst voor corona de mensen allerlei maatregelen te laten slikken waarbij ze anders zouden stijgen. Met een pasje moeten betalen. Nou, dat kan je er met